Hallo, welkom bij dit instructiefilmpje. Ik wil je laten zien met welke leuke garens je kunt werken en wat je daarvan kunt maken. We hebben in dit geval een zebra en ik ga jullie in het kort eventjes uitleggen hoe je het mooiste je kleuren kunt wisselen. We hebben leuke acrylgarens in verschillende kleurstellingen, zowel effen garen als gemaleerd garen. En ik heb in dit geval gekozen voor het effen garen en daar dan twee kleurtjes van afgewisseld. Dus ik laat jullie zien hoe je die kleuren netjes kunt wisselen in een haakwerkje. En hoe het zo min mogelijk opvalt eigenlijk. Komt-ie aan. Kijk, als je naar het beestje kijkt. Ik heb hier op de achterkant sluit ik iedere keer de toeren. Dat is vooral makkelijk als je begint met haken. Als je nog niet zo ervaren bent om iedere keer de toer te sluiten. Je werkt namelijk in de ronde. En je moet natuurlijk af en toe van kleur wisselen. Dat ga ik je nu even laten zien. En dan probeer je natuurlijk om die kleur zo mooi mogelijk te laten verlopen. Dus dat er niet echt zo van die punten in zitten, maar dat het zo recht mogelijk blijft. Dan ga ik je even laten zien hoe ik het doe en hoe dat het eigenlijk het minste opvalt. En uiteindelijk, als je zo'n beetje in elkaar moet zetten, dan zorg je natuurlijk dat waar de kleurwisselingen zijn, dat het niet op zijn buik zit, maar op zijn rug zit aan de achterkant. Dan zie je dat wat minder. Je werkt voor alle onderdelen in dit beestje in rondgaande toeren van vaste. Dus je meerdert iedere keer, dat staat ook allemaal beschreven in het patroon. En dan kom je op een gegeven moment uit dat je je kleur moet gaan verwisselen. Ik ben nu bijna aan het eind. Kijk, ik heb nog één steek over, daar maak ik de laatste vaste in. Die ga ik nu verbinden met een halve vaste. De laatste steek en de eerste steek ga ik verbinden met een halve vaste, dat is deze. Kijk, en dan ben ik nu aan een andere kleur toe. Dus die pak je erbij. Even kijken wat het uiteinde is. Hier is het uiteinde. En dan haal ik de nieuwe kleur op. Wat ik dan doe is die oude kleur, de paarse draad in dit geval, nog even goed strak trekken. En dan maak ik, kijk, dit is het korte uiteinde. Dat laat ik gewoon hangen. Dan maak ik met de werkdraad één losse. En dan ga ik verder met de nieuwe toer van vaste in de nieuwe kleur dus. En dan ga je zo helemaal rond. Kijk, nou ben ik bij de laatste steek aangekomen van de nieuwe kleur. Kijk, daar moet er nog eentje in. Dat is dus de vaste. En nu moet ik hem ook weer gaan sluiten. Dus dat doe ik weer met een halve vaste in de eerste steek. En als je nu eventueel nog een keertje die oude draad, die paarse draad, wat strakker aantrekt, dan zie je bijna niet dat daar verschil in zit. Dat loopt heel mooi door in kleur. Nou, dan kun je eventueel nog 1 of 2 of 3 toeren in de nieuwe kleur doen. Dat maakt net wat het patroon aangeeft. En dat laat ik nu even niet zien, want dat is niet zo belangrijk. Maar wat ik wel laat zien, is dat ik deze draad, die paarse draad, niet afknip. Want je hoeft iedere keer maar een paar toeren omhoog, 2 of 3 toeren met een kleur. En dan heb je de oude kleur weer nodig. Dus die knip je niet af, die laat je gewoon hangen. En die pak je straks, als je weer naar paars terug moet wisselen, dan pak je die erbij op. En dan kun je, zonder dat je allemaal met losse uiteinden komt te zitten, kun je toch iedere keer je streep. Nou, als je dat zo doet, dan zul je zien dat je een hele mooie wisseling krijgt, zonder dat je eigenlijk dat ziet. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier met haken en ga ook maar zo'n leukertje maken. Veel plezier!